Welkom, mijn naam is Cindy Marsman, ik werk bij Novity en vandaag zit ik hier met Frederik Faber, directeur WTC Twente in Engelo. En wij gaan het hebben over internationale politiek en wat dat voor effecten heeft op onze economie. Klopt, kijk op de wereld. Kijk op de wereld, ja, want we treden in de voetsporen van Guus Hilterman. De meester GBJ Hilterman die blikt graag op de internationale politiek. Ruim 40 jaar heeft hij dat gedaan. Ja, nou, wij gaan vandaag hetzelfde doen, alleen pakken wij het economisch perspectief. En laten we maar gewoon beginnen, want er is zo ontzettend veel gebeurd afgelopen jaar op het gebied van internationale politiek. Klopt, denk aan de Brexit, denk aan Trump. Ja, hadden we nog een pandemie. En we hadden nog een pandemie, inderdaad. We gaan ze allemaal langs, maar we beginnen even bij de Brexit. Want we zijn nu 6 weken onderweg in die Brexit. Wat zijn we tegengekomen? Nou, je merkt toch wel dat er vooral aan de Engelse kant veel documenten niet op orde waren. Ik dacht toch zoiets van, nou ja, er verandert eigenlijk niks. Maar dat blijkt dus wel zo te zijn. En zeker op het gebied van voed of bloemen. Zelfs de chauffeurs kunnen hun beleg niet meenemen als het vlees waren. Of kaarsjes moeten ze eraf halen. Tot en met dat afgelopen weekend bleek dat opeens de Europese beurs, de aandelenbeurs in Amsterdam groter werd dan Londen. Hoe kan dat gebeuren? Ja, dat is toch een aantal voorwaarden. Financieel is eigenlijk vrij weinig geregeld in het document. Het vooral ingezoomd op de visserij, maar financieel niet. En dan blijkt dus dat een aantal aandelen toch in de Europese Unie ook genoteerd moeten zijn. En dat maakt dus dat opeens plotseling de aantal bedrijven gekozen voor notering aan de beurs van Londen naar Amsterdam, waardoor de beurs Amsterdam opeens groter is geworden. En denk je dat die lijn zich zo op die manier voortzet? Ja, ik denk, dat weten we natuurlijk niet, maar dit kan wel één ding zijn. Je ziet ook aan de andere kant dat ook nog wel eens wat bedrijven vanuit de UK toch denken, nou, is wel handig om toch vanuit de regelgeving wat minder moeite te hebben om een Europese vestiging te starten, zoals ook een bedrijf hier gedaan heeft in het World Trade Center. Zijn er nou nog veel bedrijven die verhuizen of die in ieder geval proberen? Nou, daar hangen nog wel heel wat boven de markt. In het begin kijken ze natuurlijk even de kat uit de boom, maar ik denk dat er toch nog wel redelijk wat bedrijven uit de UK richting Europa komen. En dan hopen we dat ze naar Nederland komen en dan hopen we nog meer inzoomen dat ze ook naar Oost-Nederland komen. Daar zijn we samen met OostNL druk aan het werk om die ook in ieder geval in het World Trade Center een zachte landing te geven. Mooi. En als we even die plas oversteken, dan komen we in de Verenigde Staten van Amerika met een nieuwe president, Joe Biden. Trump was natuurlijk niet echt een pro-samenwerking met andere landen. Nee, sowieso niet denk ik pro-samenwerking. Nee, inderdaad, dat denk ik ook. Maar nu hebben we Biden. Wat gaat er veranderen de komende periode? Nou, wat je ziet is dat elke president doet dat en die wat minder tevreden is over de voorganger, die tekent allemaal contracten van zo gaan we het anders doen. Dus de muur is gestopt met het bouwen. Joe Biden is, ik treed weer toe tot het klimaatakkoord van Parijs. Maar ook een aantal maatregelen die Trump had genomen om de Amerikaanse economie te bevoordelen, zoals de importheffingen. Daar heeft hij ook een aantal van stopgezet. Dus ik vind het goed, en dat is goed voor Europa, dat er meer pro-Europese houdingen, wat meer samenwerkende houdingen ook heeft. Ja, absoluut. China gaat gewoon door met hun politiek. Dat is onder andere de 2025 China-politiek, waarin ze in 10 sectoren de beste willen worden. De bakindustrie, de spoorwegen, vliegtuigen. En dat moet de standaard worden. En daar zijn ze hard op weg om daar een aantal toch succes ook in te behalen. Ja, je vertelde net dat er in ons voorgesprekje al dat China de enige economie kent op dit moment die eigenlijk nog is gegroeid de laatste periode. Hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen? Ja, ze hebben toch echt een slot op de deur gezet met de pandemie. De uitbraken onder controle. Dat is vrij rigoureus en dat kan natuurlijk. Hè. China is gewoon een ander land dan wij zijn. En daar merkte je dat de groei toch wel weer op gang kwam. Dus hebben wij allemaal de verliescijfers over het afgelopen jaar.
krimp van de economie, China zit er toch nog iets lichter groei. Ondanks dat ze een krimp hadden in het tweede kwartaal, maar daarna zijn ze toch weer overeind gekrabbeld en ja, dan draait het nu weer op volle toeren. En kun je nog iets zeggen over die 17 plus 1 tactiek wat ze in China hebben? Ja, 17 plus 1, Google maar 17 plus 1 China, dan kom je uit dat het de nieuwe zijderoute is. Dat is vroeger hadden we de oude zijderoute, waar de handelskaravanen waren. En de huidige president Xi die heeft een nieuwe zijderoute bedacht. En we zeggen van nou, als ik nu zowel over het land als over zee, daar ook China verbindt met andere delen in de wereld. Hè. Dus dat is met Europa, maar ook met Afrika. En de 17, dat slaat op de 17 midden- en voormalig Oost-Europese landen in Europa, plus 1, dat is dan China, die daar zich bij aansluiten bij dat initiatief. En dat de Baltische Staten, Polen, Hongarije, maar ook Griekenland. En dan komt het wel heel dichtbij. Ja. Zijn we daar klaar voor? Nou, ik denk dat ze... Ja, China landt natuurlijk eerst daar, hè, vanuit gezien, maar ook soms wat anti-Europese sentimenten, zoals je merkt in Polen en Hongarije, die staan wat meer open voor nou, externe financiering. Of landen die het lastig hebben gehad, zoals Griekenland, voor externe middelen. Hè. Dus China heeft hun overschot van de afgelopen jaren steken ze in die One Belt, One Road route, de nieuwe zijderoute. En om daar grip te krijgen op die economieën. Klinkt best beangstigend eigenlijk. Ja, dat kan het ook best zijn. Dus ik denk dat het ook goed is dat er nu ook een hulpfonds is vanuit de Europese Unie. Die desbetreffende landen ook ondersteunt. En waardoor ze toch wat aanzien zijn van, oh hey, we sluiten nu aan wat meer bij Europa en de Europese gelden. Of sluiten we wat meer aan bij China. Ja. Oké, dan tot slot nog even, want we staan natuurlijk vlak voor de verkiezingen. Over een maandje dan is het al zover. Ja. Ik ben eigenlijk heel benieuwd, je hebt vast de verkiezingsprogramma's al een beetje bekeken. Zit daar ook voldoende internationale economie in? Nou, sowieso in welke programma's dan ook is het internationaal zo'n beetje flankerend beleid. Hè? Dus het heeft geen hoofdprioriteit en dat vind ik wel jammer. Terwijl ik denk dat we zijn zo verbonden met de wereld en willen wij problemen oplossen, zie maar aan de pandemie. Dus daar hebben we ook echt samengewerkt in Europa met vaccins, maar op een gegeven moment ook met protectiemiddelen. En ik denk dat de problematiek die op ons afkomt, bijvoorbeeld de duurzaamheid, gewoon ook behoefte hebben om in Europa samen te werken. Om tussen Amerika, de grootmachten en China, hè, waarbij China echt Amerika nadert als grootste grootmacht in de wereld, dat we daar toch een stevig Europese blok tegenover moeten staan. En in welke sector kunnen wij als Twente het meest profiteren de komende periode? Nou, we hebben de afgelopen jaren natuurlijk goed ingezet op high-tech systems en smart materials, hè, wat vroeger de machinebouw was en de textiel. En dat zie je nu ook terug. En daarbinnen zijn we samen met Novelty en ook de Universiteit Twente, met name het TechMed Center, bezig om een MedTech cluster hier op te starten. Ja, en dat moeten we in 2030 wel het MedTech cluster van Europa worden. Mooie afsluiting van ons gesprek. Dankjewel, Peer. Graag gedaan. En bedankt voor het kijken.